de Maya. Hey, ik ben goedemorgen. Ja, ik ben oké, wit. Hoe komt dat we zo wit zijn? Ah, dat is beter, denk ik. Wij zijn in Luca, nog steeds. En vandaag moesten we onze koffers dus niet maken. Dat was wel eens fijn. Ja. En nu gaan we... Ik denk met de Vespa rijden. Met de Vespa rijden. Maar de groep is net vertrokken, zien we. Dus we zijn te laat. Maar we gaan hem wel inhalen. En dan ga ik ook eens rijden nog eens. Dus proberen. Is it a real one? Yeah. No. I think, yeah. Oh. Beetje butter. Oké, we zijn nu met de groep in het restaurant en we hebben ons voorgerecht. Do you think it's weird that I'm vlogging? No. Yeah, I'm so used to it. So. En we hebben nu ons voorgerecht dus. En dit is mijn voorgerecht. Het zijn gambas met truffel en aardappelsoepje of zoiets. Sam heeft. Sam, wat heb jij genomen? Gefrituurde pecorino kaas. Okay. Ja, met peer en honing. Speciaal. Ja. We're back in the room. We gaan onze koffer maken, want morgen is het de laatste dag van de etappe. Van de etappe? Klinkt heel raar. Maar morgen gaan we van Luca, waar we nu zijn, terug naar Pisa. Dus morgen is de laatste dag. Ik vond het echt geweldig. Ik vond het echt super fijn. Het was echt zo'n leuk avontuur. De groep was zalig. En ik denk ook wel omdat we met ons twee waren, aangezien Celine en ik niet mee konden door de zwangerschap, dat ja, daarom zijn we ook met de groep meegegaan heel vaak. En anders hadden we dat sowieso niet gedaan en waren we met ons vier gegaan. En nu heb ik ook wel superleuke mensen leren kennen, dus dat is ook wel het leuke er een beetje dan aan nog wel. Dus daar ben ik wel blij om. Het was echt leuk. Maar tijd om de koffer te pakken. En we hebben nog één dag natuurlijk. Dus we mogen niet nu al treuren. Trouwens, net ook super goed gegeten. Mijn food baby is aanwezig. Ik ga nu mijn koffer pakken en dan gaan we slapen. Ik denk dat het 12:30 is of 1:00. Ik weet het niet. Maar alleszins eerst nog inpakken. Onze koffers
zijn gepakt voor morgen. Laatste dag morgen. Ah ja, dat is waar. Ja. Zondagochtend vertrekken we terug. Morgen naar Pisa. En nog één nachtje daar en dan vertrekken we. Ja. Ik ga het missen, man. Ja, het was wel super, super leuk. Ja, mooi. Fijne rit, ja, mooie dingen gezien. Echt heel blij dat we dat gedaan. Fijne mensen leren kennen. Ja, het was echt fijn. Oprecht heel fijn. Hm. Ik vond het echt tof. Ik had er een beetje schrik voor. Ja. Omdat ik dacht, toch, dat is zo avontuurlijk. Ik weet niet, ik heb dat nog nooit gedaan. Allee, ja, meestal als we op vakantie gaan, dan gaan we wel eens wandelen en iets bezoeken, maar niet... Dat was chill vakantie. Ja, niet zoals dit. Dit was echt een hele experience. Ik ben er wel warm van geworden. En ik denk... Ik voel het wel. Ja? Amai, zeker 40 graden. Ja. En ik denk ook dat we volgend jaar misschien wel gaan terugkomen. Misschien wel, ja. Of ja, misschien niet naar Toscane. Maar dan de Vespa trip naar Sicilië of naar Amalfi. Oké, we gaan nu slapen. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog, dus zeker thumbs up.